soms zijn er van die auto's die kom je af en toe tegen en denk je, hoe zou het rijden? Hoe zou dat nou zijn? En dat heb ik eigenlijk altijd gehad met deze auto. De Fiat 500e. En wij komen natuurlijk regelmatig bij onze vrienden van Mobility Service Nederland. En die hebben zo'n ding staan. En eerst dacht ik dat het een Riva was. Want ik keek nog een keertje goed en dacht ik, nee. Dat is het niet. Er zitten andere wielen onder. Het is wel degelijk een elektrische Fiat 500. Maar de mensen bij Mobility Service Nederland vonden het grappig om hem te laten lijken op een Riva. Dus in het interieur hebben we ook nephout. En die buitenkant, die paintjob die je dus bij de Riva krijgt. Je weet al, die hele dure exclusieve uitvoering van de Fiat 500. Die zit er ook soort van opgewrapt. En ja, het smoelt leuk. En elke keer als we daar komen, we zijn er nu een paar keer geweest, dan denk ik, ik moet gewoon even vragen of ik mee mag rijden. En vandaag gaan we dat doen. Want ik ben er echt oprecht benieuwd naar. Kijk, elektrisch rijden is best een beetje een apart ding. We zitten vol in een overgang naar, nou, toch wel een andere vorm van mobiliteit. We gaan steeds meer elektrische auto's op de weg zien. En ik denk dat juist dit formaat auto's heel interessant kan zijn, elektrisch. Stadsauto's eigenlijk. In de stad hebben we het meeste last van de vervuiling van auto's. En eigenlijk zouden mensen juist de auto's die ze binnen de stad gebruiken zoveel mogelijk elektrisch moeten rijden, als je het mij vraagt. Zodat je in ieder geval zo min mogelijk last krijgt van de vervuilende eigenschappen van verbrandingsmotoren. En dat je zo min mogelijk last krijgt van bijvoorbeeld je luchtwegen, dat soort zaken. Zeker voor mensen die echt een beetje last hebben van astma of iets dergelijks, kan het best wel shit zijn in de zomer als het warm is en alle uitlaatgassen blijven hangen. En ja, dat kan gewoon echt een aanslag op je longen, op je gezondheid zijn. Dus juist op die plek zou het mooi zijn als we allemaal elektrisch gaan rijden. Nou, dan is deze auto een van de eerste die daar eigenlijk in dat beeld past, zeg maar. Een kleine auto. Ook gewoon een stadsauto die we al kennen. Of een auto die we al kennen. Het is natuurlijk niet een keiharde stadsauto, de Fiat 500. Maar het is wel een kleine auto die je goed en makkelijk in de stad zou kunnen gebruiken. Auto die we al kennen, die het prima doet. Die ook al een tijdje meegaat. Die populair blijft. Leuk retro uiterlijk. Moet je smaak misschien zijn, maar een hele hoop mensen die hem tof vinden. Ja, waarom zou dat niet elektrisch op de markt kunnen? Nou, als het aan Fiat had gelegen, was het nooit gebeurd. En dat zal ik ook even uitleggen. Fiat heeft deze auto alleen maar gebouwd omdat ze in bepaalde staten, waaronder Californië, in Amerika, daar moesten ze elektrische auto's verkopen, anders mochten ze geen andere auto's meer verkopen. Nou is dat voor het merk Fiat niet zo spannend, maar het gaat om concern breed, dus dan heb je ook te maken met merken als Alfa Romeo, Chrysler in zekere zin, was natuurlijk ondertussen ook van Fiat. Dus daar konden ze echt problemen mee krijgen. En toen heeft Sergio Marchionne uiteindelijk gezegd, joh, weet je wat, dan gaan we kijken welke auto we het goedkoopste kunnen elektrificeren. En dat bleek de Fiat 500 te zijn. Die konden ze het makkelijkst ombouwen naar een elektrische auto. En zo is deze auto tot stand gekomen. Natuurlijk op zich al een gaaf verhaal. Zeker als je bedenkt, ja, of dat gaaf is weet ik niet, voor de fans van het merk Fiat misschien niet, maar zeker als je bedenkt dat er echt gewoon heel veel geld bij elke Fiat 500e ging. Er wordt gezegd, $20.000 per verkochte Fiat 500e zou Fiat er zelf bij moeten leggen. Gewoon dus om de rest van de auto's te kunnen verkopen. Uiteindelijk verdienen ze er echt wel geld hoor, maak je niet druk. Maar die Fiat 500e was dus niet echt een lekkere business case, om er eventjes subtiel uit te drukken. Hoe hebben ze die auto nou elektrisch gemaakt? Nou, ze hebben accu's toegevoegd. 24 kWh accu zit erin. Dat is niet heel erg groot. Dat vertaalt zich dan ook in de range bijvoorbeeld. Maar daar hebben we het zo eventjes over. 24 kWh, die accu die kan je in 4 minuten bij een normale laadpaal. Of 4 minuten, in 4 uur bij een normale laadpaal vullen. Vullen. Dat is natuurlijk geen benzinetank. Opladen. Thuis aan de lader, mits je een beetje de fatsoenlijke laadpaal, laadbox aan je muur hangt, die je een beetje stroom van jouw huis mag trekken, kan het in 7 uur. Dus nou ja, in principe genoeg voor iedereen die een beetje normale nachten slaapt, om gewoon 's avonds laat thuis te komen en de volgende ochtend vroeg weer weg te kunnen met een volle accu. Dat is wel nodig, want de actieradius van deze auto toen we net wegreden bij Mobility Service Nederland was 150 kilometer.
Dat is natuurlijk niet heel erg veel. Zeker niet als je denkt dat we nu een kilometertje of even spiek 30 gereden hebben en dat we nog 65 kilometer range over hebben. Dan moet ik daar wel even een kleine kanttekening bij maken. Die range die varieert continu. Hij zit nu even laag en dat heeft ermee te maken dat wij net gefilmd hebben. En ik dan steeds langs partijen heen moet rijden en dan moet ik steeds weer optrekken en weer remmen. En nou, dat optrekken kost een stuk meer energie dan dat het remmen oplevert. Dus dan zie je ineens heel snel omlaag gaan. En nu ik wat rustiger gewoon een langer stuk aan het rijden ben, staat er ook een pijltje bij dat mijn range aan het toenemen is. Dus ik zal waarschijnlijk straks als ik terugkom misschien weer op 75 of 80 kilometer zitten. Maar dan nog, ja, je moet rustig rijden, want anders ga je die 150 kilometer range echt niet halen. Dus ook die range zorgt er eigenlijk wel weer voor dat het een stadsauto is. Elektrisch rijdende Fiat 500 vind ik in de basis wel echt een heel leuk ding. Leuke auto ook. Hij is wel zwaar. Dat merk je met name als je wat vlotter een wat langere bocht doorgaat. Dan denk je, oké, ik voel ook wel dat ik met 1300 kilo onderweg ben. Dat is echt fors meer ook natuurlijk dan de auto's met verbrandingsmotor. Maar dat heeft er alles mee te maken dat die accu's en die elektromotor niet bepaald het allerlichtste zijn wat je in een auto kan hangen. Even in alle stilte hier wachten, zonder brommend tweecilinder motortje voorin, bijvoorbeeld, dat we kunnen invoeren op deze weg. Ik denk dat dat gaat lukken. Elektro. Het is ook zeg maar niet de instant snelle reactie die je van sommige elektroauto's kent. Modernere elektroauto's dan ook vooral. Sterker nog, het is een beetje alsof hij aan een elastiekje hangt, maar toch, als hij eenmaal op gang is, dan is hij echt wel rap en zeker tot de 100. Prima. Hij doet ongeveer 9,1 seconden om precies te zijn over om naar de 100 te komen. Topsnelheid 140 km per uur. Ook niet bizar hoog, maar ja, voor een stadsauto lijkt het me voldoende. Tenminste, als jullie vaak harder dan 140 in de stad rijden, dan is het voor jou misschien helemaal niks dit. Maar alles bij elkaar, echt wel een leuk pakket. Ook best een leuk rijdende auto. Wil je hem nog hebben, dan heb je een probleem, want je kan natuurlijk niet nieuw bestellen in Nederland. Maar er zijn ondertussen wel heel wat tweedehands te vinden en je kan ze vanuit Amerika natuurlijk wel gewoon importeren. En dat is eigenlijk verbazingwekkend eenvoudig als je daarmee aan de slag gaat. Het is een relatief betaalbare manier om aan een leuke elektrische stadsauto te komen ten opzichte van ja, de auto's die er nu eigenlijk op de tweedehandsmarkt zijn, want die zijn best wel duur. Het tweedehands aanbod elektrische auto's in Nederland, ja, dat is gewoon nog wel een beetje een probleem. Ik vond het leuk dat ik hier even heb kunnen rijden. Ik vind het oprecht wel een grappig ding.